Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. De vorige keer hebben we een grote rode wolf gezien, de All Red, en iedereen is hier bang. Is dat morgen al vandoor? Ik was hier mee wat een opluchting. Hallo. Jullie lui weer luisteren, ik ben geen loveback of niks, maar maak jullie gewoon dat je wegkomt. Jullie komen hier op het verkeerde moment. Een moment, alsjeblieft. Eén moment, alsjeblieft. Als ik het goed begrijp, vormt de wolf die we zojuist zagen een groot probleem voor Torrido, klopt dat? Ja, wat je net zag was niemand minder dan Old Red. Zo'n pak een beet, 3 weken geleden begon hij uit de bergen naar de stad af te dalen. Kunt u ons zeggen uit welke bergen precies? Ha, mooi niet, Missy. Laat het maar uit die knappe kopje van je. Als je achter dat beest aangaat, verdedig je zo in één hap op. Maar als je nog steeds zo graag het loodje wil leggen, dan moet je met de sheriff praten. Die zit in de saloon. Oké. Blijkbaar zit de sheriff in de saloon. Muntje. Heet. Aanbeeld. Tangetje. Buiten was iedereen in paniek, maar hier is iedereen vrolijk. Hoe komt dat? De mensen lijken te vieren dat ze een ontmoeting met Old Red hebben overleefd, in plaats van zwelgen in hun angst. Die man die we buiten zagen zei dat de sheriff hier zou zijn, maar ik zie niemand die op een sheriff lijkt. U wel? Dit zal de sheriff wel zijn, toch? Maar ik zal eerst even kijken of ik ergens nog iets kan vinden. Zo, nog een muntje. Een stukje vlies. Lekker. Kijk, dit is best wel een sheriff. Jou heb ik hier nog niet gezien, meisje. Waar kom jij vandaan? Ik ben van de Azran. Azran. Ja, mijn neef gaat daar wel eens op vakantie. Altijd wel iets te doen daar. Wat dacht je van een kaartspelletje? Ik deel wel. Oké. Kies een kaart. Kijk eens hier, juffie. Dit is het spel. Maak je niet dik, het is simpel zat. Zelfs als je het nog nooit eerder gespeeld hebt. Zie je de kaartreeks 1, 2, 3 en 3 hier? Het zijn steeds dezelfde kaarten, soms open, soms dicht neergelegd. Op het touchscreen zie je dezelfde 4 kaarten. Er weer liggen. Oké. Als je de kaarten omdraait en het is een ruiten, dan heb je gewonnen. Nou, juffie, welke kaart ga je omdraaien? Ja. Dus er zit iets van je patroon in. Even kijken. Als hij hetzelfde zou zijn als 3, zou hij op plek 2 liggen, maar dat vind ik te voor de hand liggend. Ik vind het echt moeilijk. Dit is mijn antwoord. Klopt niet. Als hij wel gewoon op de tweede plek ligt, dan word ik boos.
Zo jammer dit. Dan is het de eerste. Maar waarom? Dan moeten we zo meteen maar even kijken. Huh? Niet goed. Er wordt het vals gespeeld. Oh, oké. Okay. Ik zag nu wat er stond. Volgens mij is dit het. Oh, het was goed. Beetje jammer dit. Vanaf nu staat puzzel 65. Kies een kaart in je puzzelregister. Je hebt een nieuw kledingstuk ontvangen. Oké, nice. Deringer, heb je de boel te verklaren, zwendelaar? Sheriff, het was maar een spelletje. Oh, dit is de sheriff, oké. Okay. Ik had geen kwaaie bedoelingen mee, of niet? Echt niet. Ik dacht dat je niet dieper kon zinken, maar je probeert nu een arm meisje op te lichten. Vooruit, scheer je weg, schaf uit. Schobbejak. Nee, dat zeggen ze niet. Sorry voor de overlast, dames en heren. Die Deringer is een sluwe, maar diep van binnen is het heus geen slechte kerel. Maar goed, jullie zijn duidelijk niet van hier. Wat komen jullie doen in dit waardeloze woestijnstadje? We zoeken iets belangrijks. Die wolf die u Old Red noemt, heeft het voorwerp dat we zoeken om zijn nek hangen. Je wilt Old Red een bezoekje brengen? Ha, neem me niet kwalijk, maar jullie hebben een klap van de molen gehad, geloof ik. Maar als het echt menens is, luister, dit is niet bepaald een geschikte plek. Lui zijn hier aan het feesten en ik wil de stemming niet verpesten, snap je? Laten we ergens gaan praten waar het rustiger is. Jullie kunnen me vinden bij het opgedroogde beekje ten noorden van hier. Alrighty then. Oké. Dit ziet er best wel uit als een opgedroogd beekje. Een beekje die zeker niet meer nat is. Oké. Een beest. Dat beest doet niks. Ik wil eigenlijk hintmuntjes. Oh god, er komen weer lelijke paarden aan. Mijn excuses voor daarnet. Ik wil geen onnodige heisa veroorzaken, snap je? U bent bang voor een grote boze wolf? Ik zal het niet ontkennen. Die oude jongen bezorgt ons iedere keer een hoop overlast als je een bezoekje komt brengen. Jullie hebben vast wel gezien dat er buiten ons stille stadje alleen maar droge vlaktes liggen. Als je het mij vraagt, is zijn drinkplaats opgedroogd en heeft hij Torrido nodig. Of zijn nieuwe handplek gemaakt. Ik wou het nodig zeggen, ik weet niet waarom. Dat klinkt logisch. Dieren doen er alles aan om te overleven. Jup, ik zeg niet dat ik het arme beestje iets kwalijk neem. Maar als het zo doorgaat, willen de mensen hier niet meer wonen. Voor hetzelfde geld neemt hij op een dag een hap uit Deringer of wie dan ook. Omdat hij zin heeft in zijn tussendoortje. We zijn ons bewust van het gevaar, sheriff. Desalniettemin is het van groot belang dat we Old Red vinden. Ik neem aan dat u weet waar hij zich heeft gevestigd. Jullie zijn wel koppig, hè? Ah, vooruit dan. Maar eerst moeten jullie me helpen met dit raadsel. Laten we dat maar doen dan. Een boer merkt op een ochtend dat de deur van de kiphok open staat en alle kippen weg zijn. De sheriff komt er al gauw achter dat het A, B, C of D geweest moet zijn. Maar ze beschuldigen alleen elkaar. A, het is allemaal de schuld van B. B zegt, C heeft het gedaan, ik weet het zeker. C zegt, het was A of B geloof ik. En D zegt, het was B, of toch C, één van hen. Slechts één van deze mannen spreekt de waarheid. Weet jij wie de schuldige is? Even kijken.
één van hun spreekt de waarheid, oké? Okay? Als A de waarheid, als A de waarheid spreekt, dan zou B het moeten zijn. En dan moeten we even een keertje kijken hoor. B zegt C heeft het gedaan. Ik weet het zeker, nou dat zal dan een leugen zijn. Dan zou dat van C ook een leugen zijn. Het was A of B. En dan zou dat van D, die zegt dat het B of C was, ook een leugen zijn. Dus die A liegt sowieso. En omdat A liegt, weten we zeker dat B niet het juiste antwoord is. Dan gaan we even kijken of B degene is die de waarheid spreekt. Als B de waarheid spreekt, dan heeft C het gedaan. Dan zegt C het was A of B. En dat is dan een leugen. Nou, dat zou dan kloppen. En D zegt het was B of C. Of toch C. Eén van hen. Dat kan niet, want die zou dan niet moeten liegen. Dus het kan ook niet zijn wat B zegt. Want B zegt dat het C is. Dus C kan het ook niet geweest zijn. Stel, we gaan ervan uit dat C de waarheid spreekt. Dan is het A of B. Nou, B kon het al niet zijn, dus dan is het A. Dan is A degene die de fout is. Nice. Al zeg ik het zelf. Zeer nice. Vanaf nu staat de puzzel 66 in het register. Alle donders, dus het was die knaap. Nou, ik kan vanavond weer rustig slapen. Goed, eerlijk is eerlijk, ik zal jullie helpen. Een paar lui hebben Old Red 's nachts naar de verlaten mijn zien gaan. Ik verwed mijn kekke sjaaltje erom dat zijn slaapplek is. En u heeft misschien de beste bedoelingen, maar ik wil hier niets meer mee te maken hebben. Vanaf nu gaan jullie op eigen houtje verder, begrepen? Als je leven lief is, kun je de oude jongen maar beter met rust laten. Dus, Old Red woont ergens in die mijn. Goed, laten we die oude jongen maar eens een bezoekje gaan brengen. Laat het maar aan mij over. Ik zal hem overtuigen om ons het ei te geven. Oh ja, Luc kan natuurlijk met dieren praten. Daar gebruikt hij magische poeder voor. Dus dit is de mijn waar Old Red woont. Dan kunnen we beter op ons hoede blijven. Inderdaad, wellicht heeft hij een zeer slecht humeur, Luke. De mogelijkheid bestaat dat hij niet naar je zal luisteren. We moeten een plan B achter de hand hebben voor het geval het misloopt. Oh nee hoor, dat is niet nodig. Ik weet zeker dat ik dit kan oplossen. Luke, mensen die dat zeggen, die zijn sukkels. Oké, wacht. Hier wil ik nog eigenlijk helemaal niet heen. Ik wil eerst dan hier even kijken wat hier te doen is. Die huntmuntjes zijn toch altijd al de moeite waard. Oké, nu gaan we inzoomen. Iets er nog? Nou, dan gaan we wel met Old Red praten. Rar. Oei, hij laat zijn tanden zien. Dat is vast geen goed teken. Nee? Grrr. Hij lijkt veel pijn te lijden. Ik vraag me af of het honger wel het probleem is, zoals de sheriff zei. Ik hoop het niet, want ze zijn zojuist zijn hol binnengelopen. Maar als hij ons wilde opeten, had hij dat vast al gedaan. O jee, dat is niet bepaald een geruststellende gedachte. Een echte heer laat zich niet afschrikken door een uitdaging. Ik doe het gewoon. Old Red, luister alsjeblieft. We doen je geen kwaad. We willen je alleen weten wat er mis is, zodat we je kunnen helpen. Grom, 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 grom. Oh, echt? Grom, grom, grom. Aha, vandaar. Wat zei die allemaal? Hij komt steeds naar Torrido omdat het meisje probeert te vinden dat zijn leven heeft gered. Grom, grom, grom. Hij heeft niet lang meer te leven en hij wil het meisje bedanken voor het te laat is. Bedoel je dat hij ziek is? Hij weet het niet zeker. Hij weet alleen dat hij enorm veel pijn heeft. Hij kan het meisje zelf niet vinden, want elke keer dat hij het stadje bezoekt, rennen de mensen doodsbang voor hem weg. Misschien kunnen wij hem helpen het meisje te vinden in ruil voor zijn hanger. Grom, grom, grom. Dat idee ziet hij niet zo zitten. De steen die hem erg dierbaar is, was het cadeau van het meisje die hij nu wil teruggeven.
Maar zij kan de oude steen nooit zo hard terug, zo hard nodig hebben dan als wij. Wat doen we nu? Nou, ik denk dat hetzelfde zou moeten. Ik denk dat ik hetzelfde zou doen in zijn situatie. Dus ik vind dat wij moeten helpen. Volgens hem is het meisje nogal kort. En toen hij haar voor het laatst zag, had ze een rode halsdoek met zwart haar en vlechtjes. Kom op, laten we haar gaan zoeken. Sheriff Flint, als ik niet beter wist, zou ik bijna denken dat u bang bent voor het beestje. Mevrouw, het enige die blij is met Oldred ons bezoekers komt brengen, bent u. Hij kan best goede bedoelingen hebben, zoals u beweert. Maar er hoeft maar één dingetje verkeerd te gaan. Hij heeft meteen een woedende menigte achter zich aan. Oh, maak er toch niet zo'n drama van. Wanneer heeft Oldred ooit iets gezegd over mensen eten? Je reinste onzin. Ha, iemand die denkt dat hij met wolven kan praten, heeft ergens een steekje los zitten als je het mij vraagt. Oh, moet je horen wie dat zegt. U heeft zelf ook niet helemaal op een rijtje, Flint. Daarnaast is een wolfje of twee alleen maar goed voor Torrido. Brengt tenminste wat leven in de brouwerij. Wauw, die mevrouw gaat flink tekeer tegen de sheriff, zeg. Inderdaad, wellicht moeten we even polshoogte komen nemen. Zou die vrouw gewoon degene zijn die we zoeken? Goedenavond, sheriff. Mag ik vragen wie die dame was die zojuist met u sprak? Die oude taart bedoelt u? Laat ik zeggen dat we allemaal een beetje gek zijn. Maar zij is nog iets gekker dan de rest. Als je het mij vraagt, gaat het binnenkort nog eens gruwelijk mis met die vrouw. En het is elke keer hetzelfde liedje als Oldred is langs geweest. Volgens sommigen is zij degene die het beestje telkens uitnodigt. Maar Oldred is gewoon een vriendelijke reus. Ik hoop niet dat die vrouw hem kwaad doet. Vriendelijke reus? Heb je ogen in je zak zitten, boy? Nee, Luke hier is een, laten we zeggen, een ware dierenvriend. Hij is van mening dat alle dieren van diep vredelievend zijn. Dat is allemaal hartstikke schattig, maar je moet die dame niet geloven omdat ze zo zachtaardig is, hoor. Ze is niet goed sneek. Dit schiet niet op, professor. Kom, laten we dat meisje vinden en voor Old Red. Vooruit. We kunnen later alsnog verder vragen. Ik denk dat die vrouw gewoon dat meisje is. Och, zij is hier ook weer, hoor. Daria? Wat doe jij hier in dit kleine stadje? Ah, laat maar raden, je hebt je volgende primeur gevonden. Zo is het maar net, Desmond. Oh, mag ik je trouwens je mening vragen over deze puzzel? Ik zit eraan te denken om in de volgende nummer te publiceren. Spannend. Op het touchscreen zie je 8 stukken in verschillende vormen en groottes. Ja. Samengesteld is het de vorm van een appel. Deze 8 stukken kunnen ook worden samengesteld in de vorm van een struisvogel. Stel de 8 stukken samen op tot het een struisvogel in dezelfde vorm als het bovenste scherm te zien is. Oké, dat gaan we doen. Ga ik jullie wel heel eventjes het lower screentje laten zien. Ik denk dat we die blauwe laten staan. Oh, het is schuiven. Oh nee, het is niet. Jawel, het is wel een soort van schuiven. Alleen niet helemaal. Ik denk zomaar dat dit zo moet. Die zo en die zo. Ik denk dat die hier moet. Even kijken, hoor.
Zo. Alleen die moet daar nog boven. Zo. Maar was niet heel moeilijk. Dat was niet heel moeilijk, deze puzzel. Top, dan weet ik genoeg. Kom maar langs voor een kop koffie wanneer je weer in Londen bent. Ze negeert de rest van ons gewoon. Dat klinkt als een uitstekend idee. Ik zal even mijn ontzettend volle agenda bekijken. Zo, kijk eens wie we daar hebben. Luister, het spijt me van eer. Ik was alleen zo opgelucht toen Olderet was vertrokken dat ik misschien iets te uitbundig heb gefeest. Zand erover, meneer Derringer. We vroegen ons af of u wellicht ergens mee kunt helpen. Weet u of er een meisje met gevlochten haar en een rode halsdoek in Torrida woont? Gevlochten haar? Dan moet je Scarlet hebben. Maar wees gewaarschuwd, partner. Zij lijkt schuw, maar dat is ze niet. Rond deze tijd zal ze in de saloon aan het opruimen zijn, als ik me niet vergis. Dan gaan we naar de saloon. Kijk, wij denken nu dat zij het is, maar het is waarschijnlijk die oma, denk ik. Oh, jasses! Dit is goed fout, zeg. Wat moet ik nou? Scarlet, kunnen we wellicht ergens mee van dienst zijn? Wie? Mij? Dank u zeer, meneer. Ik heb namelijk enorm trek in een hamburger, maar ik ben het recept glad vergeten. Dat is dom. Burgers bouwen. Oh jee. Help Scarlet deze smakelijke hamburger te maken door de ingrediënten op te pakken en ermee over een andere ingrediënt heen te springen. Maar let op, de ingrediënten mogen alleen verticaal, horizontaal of diagonaal over een ander ingrediënt springen. Een ingrediënt kan maar over één ingrediënt tegelijk springen. En ingrediënten waar je overheen springt, wordt op de hamburger gelegd. Je moet uiteindelijk één ingrediënt in het midden hebben leggen. En nergens anders iets, oké. Oh, chips, oké. Zo. Nou, die was helemaal niet moeilijk. Dit zou het moeten zijn. Die puzzel is nog goed bevangen. Zo. Kijk, dat is nog eens een hamburger om van de watertanden. Geweldig. Wacht eens, wie zijn jullie eigenlijk? Ik ben Luke en dit is professor Layton. Aangenaam. Luke heeft met Old Red gesproken en hij zei dat hij je graag zou willen zien. Wacht even, bedoelt u dat jullie met Old Red hebben gepraat? Ik wist het. Niemand wilde ooit hier geloven wat mijn oma zei. Maar we wisten allebei dat Old Red niks kwaads in de zin had. Als iedereen zou kunnen zien hoe Old Red echt is, zouden ze mijn oma eindelijk eens serieus nemen. Kunnen jullie een boodschap geven aan de oude jongen? Zeg dat hij moet ophouden met iedereen in Torrida op de stuip op het lijf te jagen. Vraag hem om lief te zijn. Ik denk dat je dat beter zelf aan Olderhead kunt vertellen. Kom met ons mee. Gossie, wat een goed idee. Vindt u dat ook best, meneer professor Layton? Meneer? Maar natuurlijk, Scarlet. Laten we maar snel vertrekken als we Olderhead nog willen zien voor de zon ondergaat. Targent? Nee, nog geen Targent. Oh, fuck. Dat was een foutje. Nee, ik drukte weer op het verkeerde knopje. Nou, weet je wat? Dat doen we gewoon de volgende aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Astron. Adios, amigos.